Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Q-Time. Zoals altijd zeg ik, zeg ik dat ik een bijzondere Surinamer bij me heb. En deze is, los van dat ze bijzonder is, ook nog erg flexibel. We is Q -time. Vandaag heb ik Juliette Ternadi van Freestyle Entertainment. Sorry, mijn ogen deden even gek. I'm sorry. Juliette Tanadi van Freestyle Entertainment. Welkom erbij, Juliette. Dank je wel. Hoe gaat het met je? Oh, goed, fijn, dank je. Dank. En hoe gaat het met jou? Goed, fijn, dank je. <laughs> als, als je die zin gebruikt, dan kan niets misgaan meer voor vandaag. Ja, heel no. prettig. Freestyle Entertainment. Mm -hmm. Wat is Freestyle Entertainment voor we gaan naar waarvoor je eigenlijk hier bent? Nou, Freestyle Entertainment het is een organisatie waarbij er veel al vrouwen deelnemen. Het is een dansgroep die al vanaf 2019 bestaat. En helaas is de COVID-periode ertussen gekomen waarbij we minder sterk op de planken kwamen. Maar um, dan nog deden we heel wat met de dames door. Horio's video's te sturen waarbij ze thuis kunnen oefenen. Maar Freestyle Entertainment is een dansgroep die um, waarbij er dance teachers zijn die verschillende dansstijlen aan vrouwen leren. leren ja. en ook doen we ook Zumba op twee locaties, hmm. noord en, en zuid. Oké, okay, we gaan straks naar de locaties, ja. maar Freestyle Entertainment is dus een dansgroep die verschillende dansstijlen leert aan vrouwen die gewoon zin hebben om lekker te dansen. Ja. En als je iets extra wil, doen we ook een beetje zumba. Ja, klopt. Oké, okay, 2019 zijn jullie gestart. Fast forward, we zijn nu in 2023. Ja. En Freestyle Entertainment gaat niet hun eerste, maar hun tweede evenement organiseren. Ja. En dat is dus een masterclass in belly dance ja. En de herdo, die hoort bij de belly dance uh, performance. Klopt. Yes. Ja, klopt. Oké, okay, vertel, vertel me wat ik uh, kan verwachten bij deze okay. masterclass. Gewoon iets meer, dus los van die drie dingetjes. Oké, okay, ongeveer drie weken geleden hebben we het gelanceerd mm -hmm. dat vrouwen zich kunnen registreren mm -hmm. voor zo'n masterclass belly dance, basic make-up, hairdo. Dat wil zeggen dat vrouwen die misschien niet elke week één keer per dag uh, Vanwege hun drukke werkzaamheden om de dansschool te bezoeken, dat ze twee, twee dagen, uh, dat is 14 en 15 april van dit jaar, zo een masterclass kunnen bezoeken. Het kost 450 srd en voor die 450 srd kunnen ze belly dance les volgen voor twee dagen. En de lessen worden verzorgd door Gloria Narendorff. En uh, de eerste dag, dus het programma zet ik nu, nu uit. Wacht even, sorry, voor sorry. we naar het programma gaan. Okay. masterclass, bij door, uh, belly dance, bij door Gloria Narendorp. Yeah. En ik kan nog herinneren, toen ik haar zag dansen, she moves very gracefully. Yeah. Echt, ze kan echt mooi dansen. Ah ja, en ze kan ook goed les geven. No. Yeah. Dus deze Geweldig. masterclass, moeten we niet missen. Nee, helemaal Dat niet. Dat is één. En de visagie en de hairdo, wie gaat dat ja. dan doen? De is en de hairdo wordt gedaan door Stephanie Diran. Mm -hmm. Zij is ook ons, uh, een van de dance teachers van Freestyle Entertainment. Maar voor de masterclass belly dance is zij er om de, de, de cursus de, een basic make-up aan te leren. Het is een basic, we noemen het een basic. Alleen dat de cursus weet om zichzelf op te maken. Wanneer uh, zo'n cursus gaat performen. En ook de herstel die gebruikt wordt tijdens een belly dance. Want bij een Indo dance is je haar dan weer anders opgestoken, maar bij belly dance is dat weer anders. Nee. Dus uh, Stephanie, als visagist, zou wel beter hierop uh, kunnen ingaan, maar dat is wat we kunnen nee, verwachten. We ik eens even vandaag met jou, Jusjulia. Ja. Dus, en jij gaat ons gewoon globaal goed vertellen. Dus Gloria gaat gewoon een toffe masterclass geven ja. over hoe je zelf een goede belly dance performance kan ja. geven. En Stephanie Duran gaat uh, de cursussen dan leren hoe ik een goede basis make-up voor een belly dance performance, niet gewoon een, een uh, Visashi uh, basic course, maar hoe ik me ga opmaken ja. als ik uh, ga performen als Klap. belly dancer. Klap. Ja. All right. Nou, ja. En het haar natuurlijk ook. Zal mijn haar zo goed zijn als ik zo gaan? Kan ik wel ja. die dansen, Ja. Zodat ik het zo draaien? Ja. Helemaal. Okay, ik zie al zo voor mm. me staan. We gaan het doen, we gaan het doen. <laughs> maar okay. we gaan terug naar het programma, want je zou me daarover ja. vertellen. Klopt. 14 en 15 april staat dus de masterclass, de ja. tweedaagse masterclass. Voor maar 450 SRD, niet te vergeten. Ja, 450 SRD. Ja. Um, twee dagen, 14 april is op een vrijdag, mm -hmm. starten we om 5 uur. Dan is uh, tot 7 uur, dus twee uren lang, zal Gloria constant de lessen verzorgen. Mm -hmm. En op 15 april starten we weer om 5 uur. En dan heeft ze ongeveer een uur om nog te herhalen en te finaliseren haar choreomix. Mm -hmm. En daarna neemt Stephanie over en zij gaat dan de make-up-herdo doen. En ook nog de, uh, de make-up, basic make-up en de herdo. En ongeveer half zeven moeten de cursussen al ready zijn. Ready, voor, ready waarvoor? Uh, voor een performance. Oh, dus er is ook nog een showtje daarna. Ja. De showcase van de masterclass. Precies. Ja, en dan uh, komen er een paar gasten die uitgenodigd zijn, mm. ongeveer rond kwart voor zeven. En als de gasten al aanwezig zijn, ze worden voorzien van een gebakje en een drankje en dan mogen de cursussen. Dan kan de show dan beginnen. Precies. Gaan zij dan een performance doen voor het publiek mm -hmm. en daarna worden de certificaten uitgereikt. Oh. En dan komt er een informeel gedeelte waar ze nog mogen vertellen wat ze ervan vinden en nog, ja, freestyle entertainment heeft ook als motto vrienden maken. Ja. Dus door middel van zo'n masterclass dan leer je ook meer mensen we kennen. Dat ja. nou, is toch zo'n leuk initiatief? Ja, helemaal. En dat is ook weer dat je dan als vrouw... Maar stel, ik ben een man en ik vind dat ik wil belly dansen. Nou, we hebben nog geen man aangemeld gehad, maar... Het... Als hij wil mag hij? Als hij wil mag hij. Oké. Okay. Maakt het nog leuker. Hey. Huh? Dan kom ik zeker weer te kijken. <laughs> ja, oké. Okay. Ik hoop dat er. Als jullie er zijn, als ze willen. Ja. Kan het. Oké, okay, aanmelden. Iedereen kan zich dus aanmelden. Of is er een leeftijdsgrens aangebonden? Of echt de focus op uh, de werkende vrouwen die gewoon twee dagen wat tijd voor zichzelf willen maken? Iedereen zou zich kunnen aanmelden. Maar we willen toch een limiet zetten van ongeveer 12 jaar. Mm -hmm. Zodat het. Uh, Weet je de taal die je dan gaat gebruiken? Dat zo'n kind van 12 jaar al uh, begrijpt. Want bij kinderen zal je dan ook weer een andere taal moeten gebruiken. Dus ik zou stellen 12 jaar, waarbij dat kind al geweldig mee kan gaan met uh, de choreografie. Ja. Oké. Okay, en waar kan ik me aanmelden? Bij wie kan ik me aanmelden? Hoe is het betaalproces? Tot wanneer kan ik me aanmelden? Ja, um, ongeveer een week voor het event zelf, mm -hmm. want dan moeten wij, de organisatie, dus zich voorbereiden aan het event. Dus ik zou stellen een week voor 14 april zou je nog kunnen aanmelden. Maar ik zou ook willen adviseren om niet te lang te wachten, want bij de eerste masterclass, mm -hmm. was het ongeveer binnen een week, waren we al vol geboekt. Voor we naar die eerste masterclass gaan, want dan gaan we... Bijna afronden. Ja. Bij wie kan ik me aanmelden? Ja, Hoe? bij Graciella op het nummer 0887 6058. Okay. En daar kun je je aanmelden of registreren en dan krijg je verdere informatie uh, bij het uh, overmaken van het geld. Of misschien uh, kan er wat geregeld worden dat je een voorschot betaalt, dat is uh, normaal denk ik, mm -hmm. dat je een voorschot betaalt om zeker van te zijn dat, dat, je, gaat je, dat je gaat komen en uh, ja, en dan heb je je al geregistreerd. Nou zo, is, is, is geen rocket science, Dus nee, één ja, is 1, 2, 3, gewoon nu doen eigenlijk. Precies. En hoeveel mensen kunnen zich aanmelden? Vijftien. We gaan tot vijftien en we hebben nu al tien. Zo, so, er is nog plek voor vijf. Voor vijf, Maak je ja. één hier. Ja. Ja. Dus. Uh, ja. Geef je gauw op, zou ik zeggen, nog heel even het kort. Dit is jullie tweede evenement, dat is ja. de eerste masterclass die jullie hebben gedaan? De eerste masterclass werd verzorgd door Stephanie Dieren mm -hmm. en het was een Indo-dance. En die kunt u ook bekijken op YouTube. Het is op onze uh, Facebook-page mm -hmm. en die gelinkt wordt naar uh, YouTube. En daar kunt u uh, een verzamelde... Uh, beeldmateriaal mm -hmm. zien, hoe het allemaal in elkaar... zit. Dus hoe de dag is verlopen, ja. want ze hebben ja, allemaal hebben geleerd. Uh, gaan jullie in de toekomst ook nog meer andere stijlen, ja. uh, yeah. masterclassen doen? Ja, dat uh, hebben we in de planning. Alleen moeten we nog even afstemmen met de beschikbaarheid van de dance teachers. Mm -hmm. Want we willen wel zoveel als mogelijk professionele dance teachers mm, hebben die deze masterclass Want je krijgt een certificaat aan het ja. einde. Dus jullie ja. gaan geen grappen maken, we gaan ja. wow. helemaal. Goede dingen leren mm -hmm. aan de cursisten. Ja. U wil zelf ook? Ja, toch? Want ik, kan hier, ik, kan, ik wil die line dance komen leren. Ja, ik denk dat dat wel volgt. Nee, we hebben afspraak toch? Ik kom ja, dat is, over twee weken op de maandag gaan jullie me zien in de in de, in les. Dat, dat zijn de maandaglessen gewoon elke maandag. Maar er komt weer een masterclass uh, indo-dance. Oké, okay, ja. dus er ligt veel in het verschiet voor freestyle entertainment. Helemaal. Maar Helemaal. eerst de master de masterclass bellydance yes. via she and hairdo. Yes. No. Ik kijk er naar uit en uh, ieder die natuurlijk wil komen, kan op 14 en um, 15 april zich opgeven voor deze masterclass. Yes. Juliette, ik wil je bedanken voor het komen. Graag gedaan. En heel mm -hmm. veel succes. En ik denk dat jullie echt zullen genieten en plezier zullen hebben. Yeah. Ik zou zeggen, Move your body like a belly dancer. Thank you. En ik zie je heel goed. Ja, yeah, ja, yeah, over twee okay. weken. Okay. We got this. Nou, jullie mm -hmm. hebben het gehoord. Freestyle Entertainment heeft op 14 en 15 april een Masterclass Belly Dance, Herdoe en Visagie, die bij deze dansstijl hoort. Er is nog plek voor vijf mensen. Geef je gauw op. Het nummer van Grachelle is nogmaals 08876058. Juliette heeft het gezegd, dat is het nummer. Geef je op, het kost maar 450 SRD. En go enjoy yourself. Nogmaals bedankt voor het komen en jullie bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg: your time and my time is Q-time. Tot de volgende keer! This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.